Met een aantal kleine variaties kan je meteen een heel nieuw burgerrecept creëren. En dat zal gesmaakt worden door jong en oud. Drie à vier minuutjes aan elke kant en dan is het perfect. Een goede hamburger is een echte klassieker. En zo zie je dat je niet op restaurant hoeft te gaan om een heerlijke hamburger thuis te kunnen maken.